dacht dan maar even tussen de middag. Ik kan niet even vertellen. Als we ook even zien, jongens, kijk even rustig. Als je met klanten in bent, dan is het ook altijd handig. Ik kom gewoon hier op tikken, hè? Ja. Kom je dat hier elke dag doen, Fem? Iedere week. Iedere week de plantjes? Ja. Wij zijn de stad. Wat is wij zijn de stad? Alles goed. Ik kom de laatste bestelling voor 5 december doen. Ja, oké. Okay. Kun je nog iets inpakken? Ja, zeker. Ja, kun je iets inpakken? Kijk, ja, wel, ja, wel, ja, dank wel. Je wel. Mm. Ja, over 5 uur hoor je of je hier naar huis gaat. Ja, ja, dat snap ik. Dat is wel met het helemaal geweldig. Dank jullie wel en eet smakelijk. Die hebben sowieso nodig, dat zullen we dan wel. Maar wat is het? Nee. Ja. Nee, dat is een lekker gesprek zo. Dat is dus ideaal. Maar wat hebben we hier, een telefooncel? Ja. En het mooie ervan is dat je het kunt neerzetten in plaatsen waar heel veel mensen zitten te werken. En ja, dan hoeft niemand jouw gesprek af te luisteren. Dan ga je lekker erin zitten. Er zit Bluetooth in, dus dan kun je daar lekker zitten met je laptop typen. Dat hebben we hier dan? Bijvoorbeeld dat iemand met een product komt en zegt van, hey, veelzijdig specialist, kunnen jullie een verpakking regelen? Dan een grote uitdaging voor mensen die heel groot zijn met online planten te versturen, maar ze hadden geen juiste verpakking daarvoor. En na heel veel samples en proefsessies hebben we uiteindelijk de ultieme verpakking voor hun mogen ontwikkelen. We hebben 2 distributiecentra, eentje hier op de Herculesweg, maar we hebben ook nog hier 200 meter verder. Waar we nu staan noem je een distributiecentrum? Ja. Ja, ja, ja. Ja, en het andere distributiecentrum is op Danodeweg, dat is hier 200 meter vandaan. Zodat de klant op afroep gewoon hun kartonnen verpakkingen of andere artikelen kan bestellen. En hoeveel mensen werken er hier in het distributiecentrum dan in totaal? Distributie zijn er. Ja, het gaat heel hard. 20? Ja, een kleine 20. Ik ga me niet vertellen dat jullie straks ook weer ruimte tekort hebben, hè? Nee, want dat we zullen straks ook nog een andere locatie laten zien op de Anodeweg. Daar hebben we nog wat ruimte over. Ah, okay. Maar het gaat ook heel hard. Ja, groei, groei, groei. Lex, wacht eens heel even voordat je weer wegscheurt. Hoe lang werk jij hier al? Want ik zie jou hier ook voor tegen. 15 jaar. 15 jaar, 15 jaar bijna. En ben je tevreden over de baas? Ja. Ja? Ja, ik moet gewoon zeggen dat je dat niet bent, dat is heel mooi, man. Nee, maar je werkt hier met veel plezier, toch? Hartstikke wel. Ja. Nou, succes. Geef me een jetje. Dankjewel. Vind je wel? Ja. Hoe lang bent u hier al gepensioneerd? Als ik ben 14 jaar gepensioneerd inmiddels. En u komt nog steeds hier regelmatig kijken? Of, Zo af en toe steek ik hier mijn neus nog binnen. Ja. En doen ze het goed of was het vroeger beter? Nou, vroeger was het wel heel gezellig. Hoe dat nu is, weet ik niet meer natuurlijk. Nou, volgens mij gaat het best goed, maar... Ik geloof het wel. De sfeer is best aardig. Ja. Ja. Het is allemaal goed gekomen met het kind. Het is allemaal goed gekomen met het tent. Ik ben blij dat ze het zo netjes doen. Ja, nou, heel goed om te horen. Dank u wel. Ja, precies. Okay. Dank u wel. Ja. En nu zijn we op de Anodeweg. Anodeweg, ja. Anodeweg. En wat doen we? Want ik zie hier heel veel karton, blikken. Wat... Ja. Alle verpakkingsmaterialen die op afroep worden geplaatst, die worden hier opgeslagen in geconditioneerde magazijnen. En de klant kan dus 1 doosje van zijn desbetreffende verpakking hier bestellen en dan zorgen wij dat het bij de klant komt. Zeg gewoon, ik heb 1 miljoen dozen en dan laat je die hier per pallet opslaan. En dan zeg je, dan bel je, joh, ik heb morgen 400 doosjes nodig en dan komen ze 400 doosjes brengen. Ah, zo. Van die dozen die jij hier hebt opgeslagen. En alle soorten en maten uiteraard. Ja. Hier. Ook veel voor alle machines. Ja. Maar we doen ook contractmachines. Ja. Oké. Okay. Dus dan bijvoorbeeld 5 printers en dan zorgen we dat er altijd genoeg inkt en altijd genoeg papier is. Ja, precies. Hè? Dat ze er zelf geen omkijken naar hebben.
achteren. Ieder jaar wordt er een bedrijfsuitje georganiseerd en dat varieert van bestemming van de Ardennen tot Madrid. Ja, dan zien we toch Kruino nog even, in zijn regenjas. Ja. Dit is ook een lekkere foto. Of op de Solex, ook ja, leuk. Dat ziet er echt goed uit dit. Kruino weer op, goedemorgen. Morgen. En nou ben ik helemaal rondgeleid bij jullie bedrijf. Ik ken jullie natuurlijk allebei al heel lang uit de stad van allerlei dingen. Maar bij Westerhout was ik eigenlijk nog nooit geweest. En ik dacht, die doen verpakkingen. Maar dat doen jullie ook. Ja. Staan hier bijvoorbeeld verpakkingen achter jullie. Maar nu hebben jullie een hele nieuwe showroom hier. En het valt mij echt op, jullie leveren aan heel veel lokale partijen. Echt wel heel veel, hè? Ja, klopt. Want nu zie je zo op de achtergrond zie je Nalu Luna en Honey Pie, de cake dealer. Wat zien we daar nog? Coco. Er staan ook allemaal, staan net allemaal mensen te praten hier. Ja. Omoda. Ja, die hebben we allemaal uitgenodigd. Maar hebben jullie enige, kunnen jullie uit je hoofd zeggen hoeveel lokale klanten jullie hebben ongeveer? Hebben we het dan over tientallen, honderden? Het zijn er honderden, ja. 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 Het gaat van de bakker en de slager tot en met de ZZP'en. Tot en met de advocatenkantoren, tot de multinationals die hier zitten. Dus het, ja, eigenlijk... De meeste klanten, als we kijken naar postcodegebied, komen toch nog steeds uit Middelburg en van Walcheren vooral. Ja, maar daar liggen onze roots. Kijk, want ik ben ook ingewijd hier in die telefooncellen die jullie hebben. Telefooncellen is misschien niet het goede woord. Maar op kantoorinrichting, dat soort dingen, zijn jullie ook best groot. Laatst ben ik rondgeleid bij de provincie Zeeland in het nieuwe gebouw. Maar dat, oh, prachtig, ja. Ik heb nu pas begrepen dat jullie daar ook zwaar bij betrokken waren. Ja, dat soort dingen, dingen wist ik dus echt niet. Ja. Maar is nou het verpakkingsmateriaal en al die kleine partijen, is dat nou eigenlijk jullie grootste deel van de omzet of zit dat meer in de kantoorrichtingen? Wat is nu eigenlijk jullie grootste tak? Want dat is, als je zo rondloopt is dat heel moeilijk te zien. En wat die achterste loopt is het helemaal vol met karton, dat is dus ook nogal een ding. Ja. Maar wat is jullie core business nu eigenlijk, volgens jullie zelf? Core business is eigenlijk de totaaloplossing. Dus bij de ene klant is een projectinrichting leidend, zeg maar, en bij de andere een verpakking. We komen vanuit de verpakkingen, hè, van oorsprong, dat weet je. En het merendeel van de omzet realiseren wij ook in de verpakkingen. Ja. Dus het is ongeveer 60-65% in waarde. Ja. Daar heb je ook al die opslagruimte voor nodig natuurlijk. Voor kantoormeubelen, dat wordt als vaak maatwerk. Dat wordt getekend, dat wordt op maat geleverd vanuit de fabrikant naar ons. Wij brengen naar de klant, monteren het op locatie. En dan staat het daar en wordt in gebruik gedaan. Ja. Nog even terug te komen naar je lokale ondernemers, hè, want dat is ook waar jij hiervoor bent. Ja, dat vind ik altijd leuk. Ja. Wat wij altijd leuk vinden en noem het een tik, maar op het moment dat wij een koekzak krijgen bij de bakker of bij de groenteman, dan is het eerste wat wij doen aan de onderkant kijken of aan de achterkant, waar komt dat zakje vandaan? Komt dat van Westrate? Ja. Komt dat niet van Westrate, dan ligt het binnen 2 dagen bij de accountmanager. Ga daar eens even kijken. Ga daar maar eens even langs. Ja. Nee, maar in die zin zijn jullie ook echt wel betrokken, want ik heb natuurlijk ook even een beetje over zitten lezen, maar jullie sponsoren bijna alles van welk sportevenement ook, jullie komen er altijd in terug. En in die zin vraag ik me dan nog af, dat is misschien wel leuk om af te sluiten. Jullie zijn ook echt maatjes, toch? Ja. En het valt mij op, jullie zijn een vrij jong bedrijf. Maar jullie twee zijn dan eigenlijk ook nog de oudste. Dat vond ik ook wel verbazingwekkend. Ja. Maar jullie zijn als maatjes, doen jullie het gewoon echt samen allemaal? Ja. En volgens mij zie ik alleen maar groei hier. Want moeten jullie nog gaan uitbreiden of is het voorlopig nu wel eventjes klaar? Want met showrooms en uitbreidingen en... Nou, we willen boven op de eerste verdieping nog een paar aanpassingen doen. We hebben wat spreekruimtes tekort, dus dat willen we daar even aanpassen. En dan, je weet het nooit. Nee. We dachten in 2003 dat we hier voorlopig wel vooruit konden. Maar als je in de laatste 15 jaar ziet wat er inmiddels weer allemaal veranderd is, ja, dat is enorm. Ja. Maar dit is wel een prachtige stap, deze show. Nu zien de klanten echt wat we allemaal kunnen bieden. Ja. Tot lang geleden was dat, kon je het zien op de webshop.
Of zat het verstopt helemaal achter bovenin, noemden we de monsterkamer. Ja, 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 dat ben ik volgens mij ook nog even geweest. Heilige, ja. De heilige eigenlijk, en dan mocht je dan kijken als je hier al heel lang klant was. Maar tegenwoordig moet je zeggen, van, ja, laat zien waar je trots op bent en laat zien wat je allemaal kunt. En ja, dat doen we hier nu. Het enige wat jullie eigenlijk nog zouden moeten doen is al die gezellige foto's in de kantine, die moeten eigenlijk ook naar beneden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat geeft ook wel. Ik zag dat van jullie was er niet voor Feyenoord, want jullie zijn ook nog in het Feyenoordstadion. Kijk, ik zie nu je gezicht vertrekken. Oh, daar allebei niet. Vrij is voor Ajax. Oh. Ah, die heeft nooit echt intensief gevoetbald, dus dat neem ik hem niet kwalijk. Fair enough. Hey, maar heren, dank voor jullie tijd en veel succes met de volgende 85 jaar of zo. Super bedankt dat jij de moeite nam om over de brug te komen. Ja, heel graag gedaan. Letterlijk en figuurlijk. Heel graag gedaan. Dit is ook gewoon de stad. Ik vind het prachtig. Dankjewel. Top. Heel leuk.